Goedemorgen. Ah, het is... Het is nu 7:00 in de ochtend. Ik heb heerlijk geslapen. Al een frisse dag. Goed, de slaapzak was lekker warm. En ik heb mijn thermokleding nog aan. Nou, ik ga eerst zomaar eens even koffie zetten. En eerst was een beetje bijkomen, want dat heb ik standaard 's ochtends. Dus ik ga er nu uit. Goedemorgen. Oh, het zonnetje schijnt lekker. Ik heb heerlijk geslapen. Het is nu ongeveer 7:15. Eerst maar eens even bijkomen met een bak koffie. Dus ik ga hem eerst eens even met koffie zetten. Laat ik dat maar doen. Oh, wat is dit? Gaspotje erbij, een beetje water erin. Kopje koffie. Goed, eerst eens even een beetje koffie. Ja, gaat lekker zo. Ja. Ik heb goed geslapen. Tegen 10:30, 10:45 ben ik op bed gegaan. Het was al een frisse nacht, maar... Ik heb het niet koud gehad, het was warm. Lekker warm in de slaapzak. Nou, voor vandaag, ik heb nog geen idee. Ja, het enige wat ik weet is dat ik op een snelweg ga vandaag. Met kilometers maken. En dan zie ik wel hoe ver ik kom. Het is, voor vandaag is wel de bedoeling dat ik in Denemarken kom. En misschien dat ik nog Zweden haal, maar misschien ook niet. Het is geloof ik nog iets van 480 kilometer. Ja, gaat zien. Ik heb geen haast. Ik doe lekker rustig. Straks om 8:00 kan ik even wat broodjes halen bij de receptie. En dan rustig. Nee, de tent is nog vochtig. Zowel een beetje dauw aan de binnenkant als de buitenkant. Dus ik laat hem mooi even drogen. Dus dan is nu eerst even tijd voor een bak koffie. Het allerlekkerste. 'S Ochtends even wakker worden, een bak koffie. Nog even van de rust genieten die er nu nog is. Zo. Heerlijk. Koel is opgeruimd. Ik ben klaar te gaan vertrekken richting Denemarken. Nou, het is heerlijk weer. Het is heerlijk weer. Het is, morgen was straat blauw, maar nu is het nog een beetje bewolking nu. Het is nu ongeveer 10:15.
we vandaag weer of zaterdag snelweg pakken. En dan zie ik wel hoe ver ik kom. Gisteren ook al zei, de camping is netjes, goed verzorgd. Sanitair is wel heel modern, super. Want het eerste deel wordt even een beetje tussendoor. Dan ben ik nooit. Ja, gisteren met die glijfbanaan is misgegaan, maar ik had de stekker schijnbaar niet goed ingedrukt, want die is eruit getrild. Nou ja, ook dat gebeuren. Ook dat soort dingen gebeuren. Soms op alle landen. Nou, ik ben benieuwd hoe druk het op de snelweg is vandaag. Gaan we richting Kopenhagen. Bouwstellen. Het verkeer richting Noorden is relatief rustig. Ze zijn hier bezig met een brug aan het bouwen, een nieuwe brug. Een redelijke hoogte. Weer een bouwstellen. Want er is steeds blauwer in de lucht. Dat was het blijft de hele tijd. Het is een redelijk stevige wind. Best wind. Vlak bij de Deense grens. Vlak bij de grens van Denemarken. Hey Kado. Music off. Ja, ik heb geen idee. Het is in mijn hoog gezond. Gaan we gewoon door. Nou, welkom in Denemarken. Tolweg. We zijn nu in Denemarken, weer een land. Zo gaan we gestraft naar het noorden. Hier is ook aan de weg bezig. Dus het asfalt is eraf gehaald, bovenlaag. Dus hier zijn geen bezigheden. Ja, hoe lang is dat geleden dat ik hier geweest ben? Voor mij ergens in 2009. Dat is net een keer. Ja, ik ben zo veel meer van, ja, dat moet ik.
wel een aantal dingen wel apart hebben. En dan heb je een tweede op de benen van mensen. Dat is niet meer. De temperatuur is weer omhoog gegaan hier, het is 19 graden. Dat zie je ook van de directie, lekker. Even pauze gehad. Ik had even een burgermenu bij dit hamburgertentje. Een eigen gemaakte hamburger. Dat is super. Maar goed, ik had het eten op tafel staan hier buiten en er kwam een mail aan. Die zat net al bij de vuilnisbak. Ja, ik was draaide me even om. Ik kwam door de motor lopen en een keer was ik de broodje van de bovenkant van de hamburger kwijt. Dus moet er hier wel op verdacht zijn. Ja, ik heb een camping gevonden net voor Kopenhagen. Het is nog 2 uur rijden, 1,5 uur. Nee, 2 uur, volgens mij. 2 uur rijden. Dus ik wil het ook niet zo laat maken. Gewoon weer lekker relaxed. Gewoon weer rustig aan dingen doen. Dus laten we weer gaan starten. Weer lekker. We gaan toeren. Nul. Richting Odense. Viel maar uit. Waarom? Geen idee. Ik heb het ook ergens aan de knap gezeten. Ik zal het niet weten. Beetje vreemd. Oh, waarschijnlijk wel. De noordste dodemarsknap ingedrukt. Die zit hier. Goed, dan gaan we weer snelweg pakken. Follow me to my face.
mooie plekje daar aan het water. Water over. Nou, dat zie je al het mooie water. De Oostzee. Dan snap je dat thuis. De Oostzee. Laat het zo zien. Nou, volgens mij die terug in de verte, daar moet ik tol voor betalen. Ja, daar is een lekker blauw. Eerst maar eens even een parkeerplaatsje verder opzoeken. En dan... was een paar uur omhoog. Eerst even de benen strekken. Goed, eerst even een kleine pauze. En straks ook even weer de batterij van de GoPro vervangen.
Hey, hallo beste abonnees, beste kijkers. Nou, ik ben op een camping beland, ergens net voor Kopenhagen. Ik zal eens even kijken hoor, hoe heet dat plaatsje? Ringsted heet het plaatsje. Ik denk dat het ongeveer nog een kilometer of 70, 80 aan de oostkant van Kopenhagen ligt. Ik was de tolbrug overgegaan, de hele grote brug. Daar heb ik ook natuurlijk wel opnames van gemaakt. Ik ben er wel eens eerder geweest. Ben ik nog even een klein stukje doorgereden en heb ik een camping gezocht. Ik had het wel even weer gehad met al die kilometers. Ja, het is heerlijk weer. Het koelt nu wel ietsjes af. De zon gaat langzaam onder. Ik krijg ook steeds bezoek van een aantal ganzen. Zal ik eens even snel... Kijk, daar lopen ze. De hele kolonne. Hier zit een vijver achter. Maar... Ze zijn nog wel redelijk brutaal hoor, want ze stappen zo de tent binnen. Kijk, ik sta op de camping. Daar staat mijn tent. En de motor staat erachter. Zie, daar staat de motor. Nou, ik sta hier met heel veel Nederlanders. Het is een groep ouderen die met een hele gezelschap rondreizen door Scandinavië, tenminste in ieder geval Denemarken. Ze blijven overal een week, dat is een of andere club. Ze blijven overal een week en dan trekken ze weer verder. Het is ook een soort programma op televisie geweest. Er staan ook allemaal Nederlanders die kant af. Oh ja, en dat is het toiletgebouwtje voor mij. Nou ja, niet voor mij hoor, voor de rest. Want die straat ga je naar het centrum, naar de voorkant toe. Dat is op zich wel een mooie camping. Zo staat. Ja, goed, de eendjes lopen. Kijk, nou ben ik ook allemaal eenden. Dit is een of andere kleine vijver. Ik ga wel aan de kant. Ik doe niks. Pas wel op. Kijk, daar is nog een vijver. En het gans en eentjes. Op zich wel een redelijke camping. Nou. Oh ja, en dit is de binnenkant van de tent. Mooie chaos. Nou, ik ga zo een koffie zetten. Nou, ik moet de bed nog opmaken. Kijk, dat is de camwinkel. Dat is de receptie. Nou, dat is heel klein. Nou, dit is een speelhok voor de jeugd. Nou, het is niet zoveel bijzonders, maar goed. Ik weet niet wat te zien is. Een beetje. Ah, er zit een voetbalspel en een bord. Nou goed, dit is een zwembad. Ja, en dan loop ik nu weer naar mijn plekje. Ja, hier kun je afwassen. En ook nog even koken als het moet. Ach, op zich wel een mooie camping dan. Daar is ook allemaal nog wat voor de kelder om te spelen. Skelters zie ik staan en ach, andere toestellen. Eens kijken. Gewoon een beetje in de speeltuin. Ah, zo'n sanitair gebouw is niet helemaal super hoor. Een beetje verouderd. Ach, qua ligging is het wel een mooie camping. Er is niks mis mee. Ook wel vaste plekken zoals dit. En dan ga ik zo nog een kop koffie doen. Nog even een biertje pakken. En dan is het weer slapen. Nou, even de dag van vandaag. Ja, alleen maar asfalt. Tenminste, meestal rijden we asfalt. Maar snelweg bedoel ik.
Nou, het ging beter dan gisteren. Geen files gehad, wel een aantal wegwerksmeden, wat een stukje belemmering was. Een beetje bijdraaien, zo. Maar het ging lekker. En je merkt gewoon dat het verkeer iets rustiger hier is als in Duitsland. Ja, we gaan zien hoe het morgen gaat. Ja, voor de rest, ja, je ziet niet zoveel op zo'n snelweg. Ja, je ziet wel omgeving, maar je bent zo gefocust op het verkeer. Dus moet je een hoofd een beetje bij hebben. Nou, de bedoeling van morgen is dat ik sowieso naar Zweden rij. Dan ga je weer de brug over bij Kopenhagen, Malmö. En dan ga ik denk ik noordwaarts richting Helsingborg. En daar wil ik de E4 nemen. Die gaat helemaal langs de oostkant, de Botnische Golf, omhoog. Tot aan Finland. En vandaar van Finland reis ik dan verder. Maar goed, we gaan het zien. Ik vermaak me prima. Het is, wat ik al zei, het is al 2 dagen mooi weer. Hopelijk blijft het ook zo. Zoals vorig jaar was het alleen maar regen. En nu vind ik een regenbui niet erg, maar niet met dit soort lange trippen dat je altijd moet blijft regenen. Tot dusver gaat het allemaal goed. Dus even een update voor vandaag. We gaan morgen weer verder. Dan zie ik jullie morgen weer. Doei!